Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hierop is Ultrex, de enige echte. Nou, het is vandaag 14 april. En de eerste werkdag, ik moet af en toe even flink hoesten. In ieder geval, de eerste werkdag zit er weer op. Ik ben weer aan het werk gegaan. En het is toch wel weer lekker hoor, om weer toch weer gewoon lekker in je oude ritme, weer lekker je dagelijkse werk te hebben. Je hoeft je in ieder geval niet te vervelen, ik heb in ieder geval werk zat. En ik kan voorlopig weer even lekker, toch weer lekker mijn oude werk even oppakken. En niets is gewoon lekkerder dan je eigen vaste routine. Dat gaat niet wat ik wil. Ik wil weer wat doen, maar dat gaat weer niet, jongens. Ja, het gaat wel. Het gaat wel. Kijk, dan heb ik mijn handen tenminste even vrij. Dus ik ben wel weer ontzettend blij. Een heleboel mensen die ik gemist heb. Ook mensen die ik niet gemist heb. Die heb ik helaas ook weer gezien vandaag. Jammer genoeg. Maar over het algemeen gewoon weer lekker dat ik weer lekker aan het werk ben. En de golfbakken gewoon opzouten. Gewoon niet aan denken. Voorbij lopen en gewoon lekker negeren. En dan komt alles alweer dik in orde. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn eerste werkdag weer, jongens. Weer terug in Geervliet. Lekker weer een beetje de plantsoenen in. En er zijn er wel een heleboel die ik gemist heb. En ik heb vandaag nog een beetje na zitten denken over wat nou verder op mijn YouTube kanaal. Want ik loop nog even geen pretparken. En als de pretparken weer beginnen, dan gaan we natuurlijk als de wie er weer gaat met een gehavendteam. Want we missen natuurlijk een aantal mensen. Sommigen zijn er voor goed uit. En ondanks dat die mensen eruit zijn, is het toch wel een gemisje aan de ene kant. Aan de andere kant kan ik er niet rouwig om zijn dat ze opgedonderd zijn. Maar aan de andere kant is er toch wel weer een heleboel dingen wat ik toch wel mis eigenlijk. Ik ben er al gauw iemand met een goed hart die dan ook elke keer weer. Ik heb toch elke keer weer flashbacks terug van de tijd die er geweest is. Ik heb een hele mooie tijd gehad. Jullie weten wel over wie ik het heb. Maar aan de andere kant, als ik die flashback dan weer terugkrijg, kijk met alle mooie momenten van de afgelopen jaren, denk ik bij mij ook van dat was een tijd toen alles nog normaal was. En ik kan er niks aan doen dat mensen veranderen. Mensen veranderen hun eigen. En hoe moeilijk de beslissing ook af en toe is, je zal altijd mensen verliezen. En dat is eenmaal zo. Je maakt weer nieuwe vrienden. En sommige mensen die verlaat je. En als mensen je zo verlaten, zijn het dan wel echte vrienden geweest. Ik kan me niet voorstellen dat dat echte vrienden geweest zijn. Maar in ieder geval, dit was eventjes mijn dagje. Eventjes, ik denk, ik zal toch nog eventjes een. Ik had het trouwens ook beloofd in de vorige vlog. Ik zal toch nog even een updateje doen van hoe mijn eerste werkdag geweest is. Ik heb vandaag nog een livestream gehad van Minecraft. Dat was ook weer even leuk. Ik had al voor een paar dagen had ik al even geen Minecraft meer gespeeld. Of ik had wel gespeeld, maar niet gelivestreamd. Dus mensen die hadden de bouw niet meer echt goed kunnen volgen. En ik merk toch dat als ik ga bouwen, dat de kijkers dingen afnemen. Dus ik denk dat ik eigenlijk meer stukjes laat zien. Ik ga nu weer een heel stuk bouwen. En als dat weer klaar is, dan laat ik dat weer zien. Dan heb ik elke keer toch weer wat laten zien. En als ik in mijn livestream alleen maar bouw en gebouwen gaat ontwerpen, dan heb ik toch al heel snel
ja, zie ik dan toch de kijkcijfers teruglopen. Dus dan gaan we het maar zo doen. Dan gaan we toch even, ja, ook jullie op de hoogte van de stad. Hoe die er momenteel bij legt. Hoe alles gebouwd is. Wat voor nieuwe dingen er zijn en zo. En ja, daar zijn mensen meer geïnteresseerd in. In ieder geval, mijn abonnees in ieder geval meer geïnteresseerd in dan dat ik aan het bouwen ben. Maar dat geeft allemaal niet. Ik moet het ook leren. Ik moet er ook aan wennen. Ik weet niet wat jullie willen zien. Willen jullie echt bouwen zien? Of willen jullie echt alleen vooruitgang zien? Dus als een gebouw klaar is en er is een heel stuk weer bijgebouwd. Ja, het is even een keuze en een vraagje van wat het is. Nou, in ieder geval zie ik aan de kijkcijfers dat het kijken naar wat er allemaal weer bijgebouwd is, dat meer kijkcijfers oplevert dan het bouwen zelf. Dus gaan we dat gewoon doen. En ik heb ook nog misschien zitten denken aan versneld opnemen. Maar ja, dat kan alleen met video's. Dat kan niet met livestreamen natuurlijk. Dus voorlopig maar eventjes gewoon livestreamen. En dan zien we vanzelf. Gaan we het wel zien allemaal. Ik zit af en toe even een beetje onhandig. Zit ik af en toe eventjes. In ieder geval is het al heel erg laat alweer. Het is al kwart voor één. Dus ik ga het lekker naar mijn bedje toe. Morgen weer een dag werken. Ja, zoals ik al zei in de vorige vlog. Vlogs lopen even. Nu even een beetje stil eventjes. Er komen even geen nieuwe opnames. Voorlopig heb ik gelukkig nog een aardig buffertje vol met nieuwe vlogs voor jullie. Dus die kunnen jullie de afgelopen of de aankomende weken kunnen jullie die zien. En die zal ik een beetje verspreiden om de 2 dagen zoals ik al in de vorige vlog zei. Nou, in ieder geval, thanks for watching. Abonneer eventjes. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent. We gaan bijna naar de 700 abonnees. En vanaf de 700 gaan we kijken naar de 1000. Het zou echt ontzettend mooi zijn als ik dit jaar nog de 1000 abonnees zou. Maar daar heb ik er dus nog ruim 300 voor nodig. Dus abonneer even op mijn kanaal alsjeblieft. Zorg dat ik de 1000 haal. Want dan kan ik tenminste ook weer livestreamen met mijn telefoon als ik in pretparken ben. En dat zou wel heel erg leuk wezen. Bedankt allemaal. Groetjes van deze kant. Vergeet even niet het duimpje omhoog te doen. Als ik dat vergeten was te zeggen. Duimpje omhoog. En dan spreek ik jullie allemaal wel weer. Groeten. En ik ga er vandoor. Hè. Bye bye. Hoi.